achteren en kunnen vaste tijden inzetten om zowel de wekelijkse bijeenkomsten in goede banen te leiden, maar ook weer vandaag. Als je het ziet, we hebben dat toch wel proberen. Ze hebben dat toch wel proberen uitgegeven. Eerst van al zou ik een woordje willen zeggen over ons kerkgedanke en in het bijzonder over de evolutie en de gebeurtenissen die wij in de loop van deze dorp de mogelijkheid te bieden om wekelijks of maandelijks samen te komen en de een of andere activiteit te ontplooien. En schilderen en zoveel meer lokt het steeds genoeg deelnemers om deze vorm van ontspanning in leven te houden. En zeker niet te vergeten de kroegentochten in de Westhoek met de bijhorende amusementspelen. Oh.
Halleluja.